Dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar Foodbomb. Ik heb vandaag echt een onwijs lekkere recept voor jullie met bladerdeeg. Met een hele simpele vulling. Maar het is echt, geloof me, dit zeg ik iedere keer weer en ik blijf het gewoon herhalen. Maar dit is er één. Nou, ik zal het je ook direct even laten zien. Wordt gemaakt van bladerdeeg. En het is echt zalig. Ben je benieuwd? Blijf dan juist kijken. We beginnen met het maken van binnenkant. Ik heb hier 150 gram pekennoten en 100 gram hazelnoten. Dit gaan we even heel fijn blenderen. En dan doe je het in een kom. Ik heb hem fijn gemalen, maar er zitten nog steeds wat kleine crunches van hazelnoot en pekennoten in. Dat laat ik even over aan jezelf. Maar ik vind het lekker op deze manier. En overigens, als je zegt, nou weet je, die pekennoten die zijn mij te duur. Of die hazelnoten zijn me te duur. Ik wil ander soort nootjes. Weet je, ik laat je alleen maar de tactiek zien. De inhoud, dat laat ik over aan jezelf. Want je kan dit ook maken met ander soort nootjes. Dat je het even weet. Wat gaat hierbij in? 70 gram poedersuiker. Gaat een pakketje vanillesuiker in. Dit gaan we even met elkaar mengen. En daarna gaat er 1 eiwit in. Weet je hoe dit ruikt? Heel vaak kom je wel bij de bakker. Dit soort van amandelspijsachtig iets. Zo ruikt het na. Dat is het natuurlijk niet, hè? Maar goed, ik heb het gemengd. Hier gaat dus nu 1 eiwit bij. Nou, dit gaan we even met elkaar mengen. 1 eiwit is dus voldoende voor deze inhoud. Kijk. Neem een bladerdeeg. Laat het een beetje op temperatuur komen. Wat je doet is vervolgens, je rolt hem even uit. Dus dit. Ik zet hem op deze manier neer. Nou, hier pak ik een flinke lepel. Ik ga het even in de lengte, ga ik het verdelen. Dus op deze manier. Nou, wat doe je dan? Die inhoud is zo lekker. Dit ga je oprollen. Op deze manier. Die uiteindes laat ik even over aan jezelf. Die kun je dichtgooien of je laat hem gewoon openstaan. Het trucje is eigenlijk dat je een U-vorm maakt en dit eigenlijk een beetje uit elkaar trekt. Op deze manier. Dit worden ze. En zo gaan ze de ovenschaal in. Ik ga het snel even vullen. Nou, hoe lang ben ik hiermee bezig geweest? Ik denk geen 10 minuten. Hoe lang ben je bezig met het maken van de inhoud? 10 minuten. Nu het volgende. Ik heb hier eiwit. Dit smeer ik even over mijn, ik weet niet hoe ik dit moet noemen, maar hier smeer ik ze overheen. Het is een Turks gerecht hoor, ik bedoel een Turks recept. Ik smeer de eiwit eroverheen. En daarna gaan we nog een suiker, kaneel toevoegen aan de bovenkant. Ik heb de oven op 165 graden ingesteld. Het moet niet te snel gaan qua temperatuur, omdat je dan de bladerdeeg kapot kunt krijgen. 1 eetlepel suiker. Ik voeg hier nog even een... 2-3 snufjes kaneel bij. Dit ga ik even met elkaar mengen. Oh, ruikt heerlijk. En hier strooi ik echt een snufje erover. Niet te veel. Echt een klein snufje. En dan gaan ze de oven in. Totdat ze een beetje geel zijn van qua kleur. 30 minuten lang op 165 graden zijn ze in de oven geweest. Ik laat ze nu even 10 minuten rusten. Weet je wat je doet? Lekker chocola smelten. Pak zo eentje en kijk even. Die hele onderkant is gewoon lekker gaar. Alleen de puntjes, die ga je dippen. Die nootjes, dat met poedersuiker, dat vanillesuiker, alles erop en eraan. Combinatie met bladerdeeg. Ah, het is gewoon zalig. Samen met een kopje koffie erbij. Ja, het gaat gewoon perfect. Chocola hoef je niet eens te doen, hè. De binnenkant, die vulling. Hoe lang ben ik hier nou bezig geweest? 10 minuten misschien met de vulling. 10 minuten uitdraaien. Bladerdeeg vullen, dicht doen. In de oven, ja. Ik denk hooguit dat je hiermee max 3 kwartier bezig bent. Maar dan heb je ook wat op tafel. Geloof me mensen, dit moet je maken.